Ik sta hier bij de bibliotheek aan de Al-Masoudi-laan. En achter mij in de verte is het originele Anne Frankplein. Maar dat dreigt te verdwijnen. Op dit moment heet het Koningin Wilhelmina-laan. Maar wat wordt het straks? Komt het terug? Gaat het weg? En wat nou als de straatnamencommissie besluit om het te veranderen? Dat het park in één keer het Anne Frankplein gaat heten. Ik vraag me af wat de wijkbewoners ervan vinden dat misschien de naam Anne Frank uit de wijk helemaal gaat verdwijnen. U vindt het niet zo handig, zegt u? Nee, het is niet goed. Anne Frank moet natuurlijk blijven bestaan als, als naam, als bijzonder mens in de Tweede Wereldoorlog enzovoort. Dat is net als toen met die boom, dat hele gedoe, weet je wel. Die boom moest blijven, die is uiteindelijk wel geveld toen. Ja. Nee hoor, daar zou ik heel hard tegen... Het is ook een stukje geschiedenis natuurlijk. Ja, nou en of. Ja. Nee, dat moet je niet doen. En nu hebben ze gezegd, van, nou, het kan zijn dat het park, dus Park Transwijk, wat ook een iconische naam is, zeg maar, vooral voor de bewoners hier, dat misschien wel Anne Frank Park gaat heten. Maar er is ook een kans dat mensen ervoor kiezen dat het helemaal weggaat. Heeft u misschien een ander voorstel? Hoe zou het anders kunnen? Ja, ik zou niet weten wat ik moet bedenken, want het moet gewoon blijven. Ik denk dat ze met z'n allen gewoon een petitie of weet ik wat moeten tekenen. Dat werkt nog wel met de hele wijk of zo. Maar dat moet gewoon blijven, ja, dat vind ik ook. Ik vind veranderingen, het moeten verbeteringen zijn. Het is geen verbetering volgens mij. En waarom niet? Ja. Het is, de huidige situatie is bekend, zeg maar. En de vraag me af, wat gaat er komen door die nieuwe situatie? Ja, want op dit moment is Koningin Wilhelmina-laan. Is natuurlijk ook een prachtige, iconische dame uit onze geschiedenis. Ja. Maar ja. Waarom veranderen ze het park niet in Koningin Wilhelmina Park? En dan hebben we het Anne Frankplein. En het kan ook zijn dat de naam Anne Frank gewoon helemaal gaat verdwijnen uit de wijk. Ja, dat is jammer dus. Hè? Maar ik bewonder uw ijver en uw toewijding. Dat wel. En ik wens u veel succes. Kan je misschien vertellen waarom het belangrijk is voor jou en gewoon voor de geschiedenis, waarom het niet mag verdwijnen uit de wijk? Ja, nou, ik vind het een hele belangrijke naam voor de geschiedenis van Nederland en dus ook voor Utrecht. Want wij merken hier in de BIEB bijvoorbeeld dat kinderen nog echt heel veel belangstelling hebben voor het boek wat ze geschreven heeft, Het Achterhuis. En dat is zo'n belangrijk stukje van onze geschiedenis dat ik echt vind dat dat moet blijven. En omdat het plein al die naam heeft, is het belangrijk dat het gewoon zo blijft. Inmiddels is het dus verdwenen. Ja, dat hoor ik net van jou. Dat wist ik niet eens. Maar dat vind ik echt ontzettend jammer. Want vooral, dit is een verhaal wat we echt van generatie op generatie moeten blijven vertellen. En waarvan wij hier merken dat het dus nog ook bij kinderen heel erg leeft. Dus ik zou zeggen, gemeente, laat het zo. Of maak het weer het Anne Frankplein. Weet je überhaupt wie Anne Frank is? Ja, ik heb zelf op de basisschool van Anne Frank gezeten. En ik weet inderdaad wel wie Anne Frank is. Maar ik vind het hartstikke jammer om te horen dat het Anne Frankplein weggaat. En waarom is het zo belangrijk, denk je, voor de jeugd van tegenwoordig? Ik ben zelf nog hartstikke jong. Maar als jij al weet wie het is, waarom moet het doorgegeven worden? Ik vind dat Anne Frank best wel een belangrijk verhaal heeft achtergelaten. En ja, het is natuurlijk jammer als dat gewoon helemaal verdwijnt. En ja, het plekje waar dat natuurlijk naar boven kwam, dat ook natuurlijk verdwijnt. Ja. Dankjewel.